Ik kom vandaag het boek Mobiliteit en Ruimte overhandigen aan Maarten Haaier, de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het PBL heeft samen met mijn organisatie CRW KPVV dit boek gemaakt, omdat het in de behoefte voorziet voor beleidsambtenaren die op het gebied van verkeer, mobiliteit enerzijds en ruimtelijke ordening anderzijds bezig zijn. Het zijn geen richtlijnen of een compleet uitgewerkte blauwdruk, maar het zijn handreikingen hoe je de kennis in de praktijk kan toepassen. Richtlijnen geven in dit werkveld, dat kan ook helemaal niet, want het is een werkelijkheid die is zo divers. Iedere stad is uniek, iedere stad heeft zijn eigen eigenaardigheden en zijn eigen historie. En daarom moet je niet met een richtlijn werken in dit werkveld van verkeer en mobiliteit en ruimtelijke ordening. Maar moet je zorgen dat er inspiratie gegeven wordt die mensen uit dit boek kunnen halen. Ieder hoofdstuk in het boek wordt afgesloten daarom met een uitwerking van de kennis uit dat hoofdstuk voor de toepassing in de praktijk. Waarom geeft u als CROW KPVV een publicatie over dit onderwerp uit? Eigenlijk is dat een hele makkelijke vraag met ook een simpel antwoord, omdat onze klanten erom vragen. Onze klanten, en dat zijn de beleidsambtenaren op het gebied van ruimtelijke ordening en mobiliteit, die willen graag integraal werken. Dat betekent dat ze beide vakgebieden geïntegreerd toepassen. Alleen de kennis is er wel, maar zit heel erg versnipperd en vaak ook op een redelijk wetenschappelijk niveau. Dit boek beoogt om die kennis samen te brengen in één boek. En dan uit te werken op een manier die voor die beleidsambtenaar, voor zijn of haar praktijk, bruikbaar is. Ik hoop en verwacht dat onze samenwerking blijft en zich verder ontwikkelt. Het Planbureau voor de Leefomgeving is erg sterk in onderzoek. Wij zijn erg sterk in het omzetten van kennis die in het onderzoek gemaakt wordt naar de praktijk. En ik denk dat daar heel veel behoefte aan is in de toekomst. Het Planbureau is heel sterk op het gebied van ruimte. Wij zijn sterk op het gebied van mobiliteit. Die combinatie geïntegreerd is iets waar beleidsmakers behoefte aan hebben.